Mila-stuk. Niet normaal! Daarom stond er hier zo'n lange file, denk ik. Is het leuk? Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Nog een half uurtje en dan hebben wij zomervakantie. En we gaan ook meteen op vakantie, dus ik ben inmiddels de koffers aan het inpakken. Want ik ben nu op het allerlaatste moment bezig. Ja, ik roep al 2 dagelijkse koffers in mijn pakken. En nu is het een half uur voordat we willen vertrekken en ik moet nog gaan beginnen, zoals je ziet. Maar wij gaan dus even een weekendje weg. Wij zijn uitgenodigd door Breebronnen, zijn recreatiepark. Met de vraag of wij daar in een waterlodge willen logeren voor een weekendje. En dat we dan jullie ook een beetje het park kunnen laten zien. Het leek ons heel erg leuk, dus wij gaan dus onze koffers pakken en dan die kant op. Ik hoop dat het weer een beetje mee zit. Zit je straks in een tent? Ja. Met allemaal regen en zo. Aan het water. Ja, aan het water. Kinderen maar... die willen zwemmen in het ja, water. Ja, we hopen gewoon op heel mooi weer. We hebben ook een enorm zwemband mee. Althans, die moet ik ook nog inpakken, maar die gaan we ook meenemen. Dus als het goed is, kunnen we straks vanuit het huisje zo het meer op om lekker op die zwemband te zitten. Maar dan moet het dus niet heel het weekend gaan regenen, want dan is het een beetje jammer. Maar goed, ik ga even snel inpakken, want als ik nu ga kletsen, dan heb ik nog maar een kwartier om alles in te pakken. Vind je dat goed? Doe ik het zo in de auto wel verder. Even kijken of ik alles mee heb. Ik heb voor ze allebei mee een huispak. Gewoon zo'n joggingpak. En een onesie. En een pyjama. Nou, dat moet er genoeg zijn. En een vest voor als het koud is. Wat shirtjes. Voor als ze weer met shirtjes in het water gaan. En meteen alweer nat worden. Dus ook nog een paar droge. En een korte en een lange broek. En natuurlijk ondergoed, sokken en een bikini en zo. Heb ik dan alles? Afgezien dan van tandpasta en dat soort dingen. Ik weet het ook niet hoor. Ik ga niet zo vaak een weekendje weg. Ah, dat jou lukt heb wel. Ik niks hoor ik alweer. Nee, ik zoek het zelf alweer uit. Oké, okay, doei. Ja, ik weet het niet hoor. Ik heb niet zoveel haast. Maar dat komt ook. Marissa heeft bedacht dat ze om een bepaalde tijd weg wil. Nee, maar mij maakt het niet zo heel veel uit eigenlijk. Ik heb afgesproken dat we daar zijn. Ja, nee. Het maakt niet zo heel veel uit. En waar zit het in de Limburg? Dus we moeten ook. Het is maar een klein stukje. Het is maar 2,5 uur rijden, joh. Ja, zijn we zo. Hey, maar dames. We gaan op vakantie. En wat hebben we ook? Vakantie. Mila, wat hebben we? Mila-stuk. Oh, gaat goed? Nou, we gaan nu nog even snel een broodje eten. En de laatste spulletjes inpakken. Het is echt heel erg, maar we hebben zo ontzettend veel mee. Volgens mij heb je voor zo'n heel weekend bijna net zoveel nodig als dat je 2 weken op vakantie gaat. Niet een heel weekend, morgen gaan we weer naar huis. Nee, zondag. Nou, de auto zit vol inmiddels. Net zei ik dat het nog wel meeviel qua hoeveel spullen erin zaten, maar de dekens moesten er ook nog in. Dus er ligt al best wel wat eigenlijk. Zeg dames, ja. Zitten jullie er al helemaal klaar voor? Ja. Hebben jullie er zin in? Ja. Goed zo. Kijk ze nou zitten hoor. Lekker decadent. Jongen, jongen, jongen. Wat heeft papa nou weer voor jullie geregeld? Dat ik televisie kan kijken. En hier is gewoon een tablet of zo? Ja, het is mijn eigen tablet. Nou, het ziet er wel tof uit hoor. Wat een luxe. Je moet alleen nu even wat pakken, wat natuurlijk onderop ligt. Oh ja, tuurlijk. Maar... qua ruimte. Het is dat er zoveel van die dekens en zo zijn, want anders dan leek het echt niet zo goed. Nee. Nee, we gaan natuurlijk ook niet zo heel lang weg. Maar we hebben sinds kort eindelijk weer een auto. Deze lekker groot is er vast veel in. Ik moet eventjes mijn navigatie instellen, dan zijn we er klaar voor. Mila zit al in de tv. Ik hoop dat hij het straks blijft doen, maar dat zien we vanzelf wel. Gaan jullie ook gezellig doen straks? Ja. Oh, oké. Okay. Ik heb een meezinglijst aangezet, liefje. Nou ja, Toto Afrika is natuurlijk wel... zing mee dan. ...meme material. Hallelujah, taking away from you. Dit is amazing, maar ik ken het niet. Ik wel, deze keer wel. Oh ja. Yeah. Oh, 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 no. Oh. We staan lang in de file steeds, hè? Ja, het is echt niet grappig gewoon. Hoe lang moeten we nu nog? Volgens dat ding nog 1,5 uur. En een uur geleden was het nog 1 uur en 3 kwartier.
Oh, echt waar? Ja. Oh man. Die zie je ook. Ja, maar kijk. We gaan weer een nieuwe file in. Wat is nou weer? Kijk. Ik word er niet blij van. Nee. Ik wilde het niet. Nee, ja, ik toch ook niet. Maar ja, het is wel... Heel enthousiast. Ja, weer een nieuwe file. Nog meer liedjes zingen. Yay! Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Je wil meezingen? Missy, you. Het is nog wel water. Jeetje. Het is gewoon echt super diep hier. Je ziet ze daar ook echt helemaal moeilijk doen. Wow, zoveel regen is er gevallen. Hoe ook die auto voor ons. Wow, joh. Mag niet dat we vierwielaandrijving hebben en zo'n grote auto. We zitten hier dus nu ook in het water. Niet normaal. Daarom stond er nu zo'n lange file, denk ik. Wow. Zoveel water. Nou, het is eindelijk gestopt met regenen hoor. Ja. Maar niet gestopt met file. Nee, het is wel gestopt met rijden. Hey, we zijn er! Ja. Wij hadden lodge nummer 2 van jullie gereserveerd. Dat is deze. Oké. Okay. Nou, we hebben op het terrein hebben we hier een poort en we hebben hier een poort. Ja, die deze poort al is. Zien, ja, dat is zo, deze, hè? Ja. Die is van in en uit. Ja. Dus rijdt je dadelijk eventjes deze kant op naar richting Waterlodge 2. Okay. En deze poort is alleen voor uit. Dus als je eventjes boodschappen wilt doen, dan kun je hier wel gewoon eruit. Ja, oh, je bent helemaal enthousiast van het hoefkarretje dat dan voor. Ja, oh, ja, dat is ook leuk natuurlijk, hè. Daar willen ze in. Eva, weet je wat we gaan doen, dames? Als jullie nou naast mij komen zitten op het golfkarretje, dan gaan wij alvast naar het huisje toe. Even de poort openmaken, want anders komen we niet door. Dat is niet handig. Als we moeten door de poort heen rijden, dat kan ook natuurlijk. Veel plezier! En zit jullie golfkarretje? Dat is ons golfkarretje, vind je mooi? En dan nog jij die even vast? Ja. Goed vast nou, hè? Zeg maar doei! Doei! Dit is de slagband. Nou, als het weer zo blijft, dan kunnen ze nog prima dat water in. Ja? Kijk, daar is hij. Kijk, zie je die huisjes daar in de verte? Dat tweede huisje, die wordt van ons. Aan het water. Hé, hey, we hebben dat gevonden hoor. Amila is in ieder geval heel blij. Oh, dat ziet er leuk uit. Ik ben heel benieuwd. Dit is leuk. Nou hoor. Ze zitten alweer in bed. Het zijn één persoon twee. Ja, maar je bent toch ook één persoon? Ach, wat is dit lief. Oh, wat een leuk hutje. Kijk, en ik kan ook een lampje aan. Kijk nou. Het ruikt ook nog helemaal naar nieuw hout. Dat is het ook. Dat is het ook. Het is helemaal nieuw. Wij zijn de allereerste die hierin gaan slapen. En zo ruikt het ook. Het ruikt naar de houtafdeling van de Gamma nog. En dit wordt onze slaapkamer. Het is echt heel schattig. Het is eigenlijk een tent, dat zie je ook als je de buitenkant ziet. Maar er zitten dus allemaal van die kamertjes ingebouwd met hout. Het is echt heel leuk. Nou, dit is toch gewoon bijna niet meer kamperen. Dat is ook de bedoeling, het voelt gewoon toch? Echt als een vakantiehuisje. Terwijl je toch in een tent zit, ik vind het echt zo tof. Maar het tofste ga ik nu laten zien. De badkamer, moet je kijken. In een tent, hè, niet te vergeten. Deze douche. Ik wil die thuis ook. Moet je kijken. Je krijgt hier allemaal water. Dat komt uit het plafond. Hier zit nog een slaapkamer. Maar deze gebruiken wij dus helemaal niet. Hier staan nog twee keer een stapelbed. Dus je zou hier gewoon met twee gezinnen in kunnen eigenlijk. Leuk toch? Kijk nou. Ik zat net te denken. Als het 's avonds dan een beetje koud wordt. Dan kan je het hier niet verwarmen. Maar kijk. Er zit daar gewoon een kachel. Wow. Leuk hè? Oké, ik ga hem in. Kijk, en als het nou niet zo koud is, dan kan je met die glijbaan kan je zo dit water in. Oh, die staat ook aan, dus je zou nu ook gewoon kunnen glijden als je wil. Kijk, dat kindje zit er ook lekker in het water te spelen. Je kan hier gewoon het water in, hè? Niet over de grond slepen, want dan wordt het vies van. Kom, ga er rustig. Kom.
deze mee? Ja. Weet je dat? Is die niet zwaar? Mag Mila mag die poppen mee? Neem jij die poppen maar mee. November, but you turn around when I wanna talk. Oh, when you need me, time has changed. Maybe I'm the one being silent when you just wanna talk. Geleden. Ja, netjes. Salto is makkelijk, hè? Nou, Emily kan ook salto's tegenwoordig. Ja. Is zo'n runder burger. Is het lekker dat het een hamburger met brood? Ja, hè? Ja. Dat is mama's patatjes. Ja. Ja. Oké. Ja, absoluut. Wat is het ding? In het park kan je trouwens ook echt super lekker uit eten. Het is wel iets prijziger dan een gemiddeld restaurant, maar het eten is dan ook echt al beter dan gemiddeld. En de barman die maakte voor onze meiden nog een echte cocktail, maar dan zonder alcohol uiteraard. Dankjewel, hè? Ja? Nee. Is mijn machine zo gezakt? Ik kan het niet. Nou? Ik maak het een mooie gerechtje. We hebben 23 graden, 22 graden. Oh, zo luxe. Je kan hem echt instellen op graden. Nou, doe maar 23 graden. Lekker warm. Het is wel heel warm. Het is 19,5. Ik zet hem op 22. Oké. Okay. Waarom vraag je het me dan? Oh, hij geeft toch geluid? Net zoals een computerkast. Ja, klinkt net als een computerkast. En dan zijn we... Dan moeten we... Oh. Ja, maar we kunnen wel laten naar bed. Dat kunnen wij wel. Dat hoort niet in de afwas. Wij hebben echt een geweldig kind meegenomen. Ze heeft net alle afwas gedaan. Uit zichzelf, hè? Een aardig schoon te maken. Volgens mij wordt Mila later een heel goed mamaatje. Ze ziet er nu al uit als een mamaatje. Ik ga de waspak schoonmaken. Ook nog? Oh nee, dat kennen we van jou. Dat mag je thuis ook wel eens doen, Mila. Een druppeltje is genoeg, Mila. Ja, echt een microdrupje. Wil jij het misschien doen? Nee hoor, doe maar. Dat kan je wel. Maar gewoon een heel klein druppeltje. Ik ben toch een mama. Ja, jij bent een mama. En hebben we ook een afwasborstel? Nee, stop! Oh, dat is een druppeltje. Wat is een druppeltje? Dit. Nee, hemel. Dan moet je eigenlijk een afwasborstel hebben. Die hebben we. Die ligt onder, ja? Oh. Ja. Die hebben we gekregen bij het huisje. Ja, perfect. Oh, tof, hé. Ja. Jij wordt echt heel mooi. En hij wordt hetzelfde als deze. Heel schattig. Die enorme eenhoorn achter jou. Ja, die komt echt niet naar binnen, hoor. Mama! Oh, ben je lekker bezig, Mila. De mensen van Breebronnen zullen heel blij met je zijn. We gaan wel zo naar bed, want weet je wel hoe laat het is? Nee. Heel erg laat. Het is al 9:30 geweest. Bijna kwart voor 10. Het is al bijna 9:45. S'avonds, hè. We moeten echt gaan slapen. Het wordt helemaal donker hier op buiten. Kijk maar. We gaan even huizen kijken. Zo, madame. Hè? Wil jij me afspoelen? Goed, joh. Doei.
Goedemorgen familie. Hallo. Hebben jullie lekker geslapen? Ik wel. Ja, kindjes waren wel heel vroeg wakker hoor. Ja, dat is het nadeel van zo'n tent, hè? Want het licht komt natuurlijk gewoon er doorheen. Ja. Dus die staat om 6:30. Wie heeft de lamp aangezet? Wie zei dat nou? Ja, dat was gewoon de zon. Oh. Je ziet het nu ook. Je ziet dat overal is het redelijk donker. Maar aan onze kant waar wij slapen, daar schijnt het licht op. Ja. Alsof de auto aanstaat en de lampen gewoon. Ja, door. Ja. En dat begint dus blijkbaar om 6:30 al. En de vogeltjes ook. Dus die waren al heel vroeg wakker. Ja, die Nou, we gaan nu heel luxe ontbijten. We hebben alleen maar Nutella meegenomen. Dus genoeg. Broodje Nutella. Maar we hebben wel echt een superleuk broodrooster daar. Maar deze waterkoker vind ik zo ontzettend tof. Ik wil die thuis ook hebben. Ik wil hem ook. Ja, hij is echt heel leuk. Ik ga thuis kijken of ik deze ook kan kopen. En de meiden die vonden het echt prachtig dat we zo dicht bij het strand zaten met ons huisje. Dus die gingen 's ochtends vroeg al meteen lekker buiten spelen. We gaan even naar de mediamarkt, want we willen graag zo'n kleine GoPro halen. Of nou ja, Rick wil dat eigenlijk graag. Ja, lijkt me wel leuk. Waar zit de mediamarkt? 20 minuutjes hier vandaan. Oh, dat valt me. En over 2 minuten gaat die open. Oh. Nou, daar gaan we dan. Nog eentje. We kochten dus een GoPro en we reden nog verkeerd op de terugweg. En toen zaten we ineens in Duitsland. En we kwamen ook nog super lieve paardjes tegen. Dus we moesten uiteraard even stoppen met de auto om te aaien. Maar daarna gingen we dan eindelijk naar het zwembad. I'm addicted to the love that you're giving. Ga maar. Cause I like the way it feels when you touch me. You got me good. Het is trouwens voor de mensen die het interessant vinden uiteindelijk een GoPro Black geworden. En daar maken we dus al deze beelden mee. Let me call you up at night just to hear your voice. You got me good. You got me good. Ik weet wel waar ik ga slapen vanavond hoor. Hier. Het ligt lekker, lekker hè? In de natuur. Oh, heerlijk. Na het zwemmen gingen we nog wat patatjes eten bij de beachbar die daar ook staat. En zeg nou eerlijk, wat is er nou lekkerder na het zwemmen dan patatjes met mayonaise? Ik vind dat echt het allerlekkerste. Of wacht, zoals ze het in Limburg natuurlijk noemen, frietjes. Hey! Wacht even dan, wacht. Ga maar met mij mee. Woehoe! Zo! Oh! Amila! Ah! Los! Ja, dat groene kracht!
Oké, we gaan nu zo snel mogelijk, let op. Kom op! Sneller! Sneller! Waarom gaan ze zo langzaam? Hij gaat zo langzaam. Oh, daar gaat hij. Oh, daar gaat hij. Ah! Appelsap en in de zon! We kwamen een verstekeling tegen. Proost, liefje. Wat een fijn weekend. Proost. Wat hebben jullie hier toch een lekker plekje. Ik heb zeer als mijn ogen dicht heb. Ja, je hebt zoveel onder water gekeken dat je ogen helemaal rood zijn ervan. Nou, zo moe van al het zwemmen vandaag. Vinden jullie het een leuke vakantie? Ja. We gaan morgen alweer naar huis. Jammer, hè? Ja. Nou, dan moeten we morgen maar zo zielig als dat jullie nu kijken naar de manier van dit park. Kunnen we misschien nog één nachtje blijven? Ja, dan moet je zo kijken naar de meneer van het. Maar het is wel een goed teken dat we het hier zo leuk vinden. Dat betekent in ieder geval dat het erg leuk is hier, toch? Dat we niet naar huis willen. Heb je niet geworsteld zo te zien? Oh, het is echt heel droog. Maar ik denk dat ik dit nu ook niet moet borstelen, want het gaat niet goed met al dat zwembad water. Ik ga morgen wel even conditioner in doen thuis, goed? Anders ga je echt niet blij worden nu. Nee. Doe ik het nu gewoon zo, oké? Dat is de liefje. Dat is de mama. De laatste ochtend hier. Ja, ging veel te snel. En dat is de enige ochtend waarop de kinderen bedenken van, nou, laat ik eens lekker gaan uitslapen. Ja, echt tot 8:30 hebben ze geslapen. Dat was echt eng. Beter dan die 6:30. Ja, dames, het is nu al 9:00 geweest. Jullie zijn net wakker. Ze zitten daar met een kopje thee en ze gingen voor de allereerste keer televisie kijken. Dat hadden ze ook nog niet gedaan. En we moeten nog alles opruimen. Nou, we hebben tot 12:00. Dus we hebben nog alle tijd. Nou, we hebben echt niet zoveel meer te eten. We hadden gisteren ook alleen maar zo'n broodje met Nutella. We gaan nu even een ontbijtje halen. Moet ik even kijken, want die winkel, die supermarkt, zijn ze hier op het park nog aan het bouwen. Dus daar kan ik niet naartoe. Maar volgens mij zit er hier in de buurt wel een supermarkt. Een Albert Heijn. Ja, maar ik hoop wel dat hij op zondag open is. Oh, zit super dichtbij. 8 minuutjes rijden. Gaat over. 10 minuten open. Nou, gaan we daar naartoe, oké? We zijn er gewoon al. Nou, dat was echt een heel klein stukje, hè, Mila? Je gaat er al uit. Volgens mij is het nu niet open. Dan moeten we nog 1 minuut wachten. Boodschapjes. Mag ik die zelf tillen? Dat is waar. Zullen we hem samen tillen? Kijk, doe jij die kant? Doe ik deze kant. Gaan we hem samen tillen? Dat is zwaar, hè? Of valt het al mee? Ik ga met de boodschappen allemaal lekker in het water springen. Nee. En ook samen met mama. Nee, dan hebben we wel eens nog geen ontbijt. Hallo. Hallo, wij zijn er weer met boodschapjes. We horen jullie al aankomen. Hallo, we hebben lekker broodjes gehaald. Jullie zijn hard bezig. Ik hoorde. Ja, dat was ik. Niet de auto, dat was ik. Kijk, we hebben van alles gehaald. We hebben gehaald keizerbroodjes, croissantjes. Maar we hebben ook voor op de terugweg pakjes appelsap. Snoepjes voor op de terugweg. Kijk, we hebben verse croissantjes, alsjeblieft. En verse, ze zijn nog warm, keizerbroodjes. Lekker. We hebben worstjes voor erop. Heerlijk. En een lekker sapje voor bij het ontbijt. Bezig. En ik heb voor, dus op de terugweg snoepjes, maar we hebben ook nog banaantjes erin zitten. En pakjes drinken en dat soort dingen. Lekker. We dachten, we nemen niet te veel mee, want we hadden echt heel veel trek. Maar dan krijgen we het natuurlijk allemaal niet op. Nee, dat is een goed idee. Dus we gaan nu eindelijk ontbijten. Jullie willen niet van zo'n kinderbord eten. Dus nu hebben papa en ik een bordje met een giraf erop en jullie een grote mensenbord.
Maar ik vind hem juist wel heel top. Ik wil wel van het giraffenbordje eten. Kijk nou. Eet smakelijk, liefies. Mag ik de Nutella? Ja. Niet toevallig nog inlicht. Even de slaapkamers controleren. Ga maar even kijken. En in de badkamer moeten we even controleren. Is de badkamer helemaal leeg? Ja. Ja, alles is weg? Ook in de douchecabine? Staat geen shampoo meer of zo? Nee. Oké. Okay. Tijd om afscheid te nemen alweer. Ja. Ging ook snel. Moeten we volgende keer toch maar een week? Ja, of midweek. Dan kunnen we rustig aan. Ja, rustig aan opbouwen. Maar dit beviel wel, volgens ja, mij. Ja, een positieve ervaring zo met een weekendje weg. Dat was echt leuk. We gaan nog even zwemmen, toch? Ja, de kindjes willen ook nog graag even zwemmen. En wel een mooie afsluiting van dit weekendje, toch? Nou, wij gaan nog even wat eten hier. En dan gaan we toch eindelijk echt naar huis. Ik heb het wel heel erg leuk gehad hier. Jij ook? Ja, absoluut. Ja, goede service, lekker eten, ja. Lekker slapen, leuk huisje. Dat is absoluut een aanrader. Ik denk dat als dit zo meteen populair wordt, dat het echt heel snel vol is. Ja. Ja. In ieder geval bedankt Brebronnen dat wij hier een weekendje mochten zijn. We hebben echt heel erg genoten. Als je deze vlog leuk vond, geef dan natuurlijk eventjes een like. En vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal voor nog meer leuke video's. Dit was onze vakantievideo. En als je zelf nog op vakantie gaat, hele fijne vakantie. En dat was het, denk ik. Ja. Tot snel weer. Doei!